Ja, hou maar. Jongens! Ja! Quizmaster! Leuk dat je je desktop hebt meegenomen. Wat heb je voor info mee? Ja, leuk. Je bent gewoon jaloers. Waarom is dit zo lelijk? We hebben de beste designer van Nederland in dienst. En dit is jouw presentatie. Ja, hij had ook eentje gemaakt, maar die vond ik niet zo leuk. Die had onze designer gemaakt, maar die kan ik echt niet gebruiken. We hebben zometeen een quiz. Dit is ronde 1 van de pubquiz. Waar of niet waar? Jullie krijgen zo'n bordje met groen of rood van waar of niet waar. Ja. Ik stel een vraag. Jullie moeten dus groen zo voorhouden of rood. En groen is niet waar. Advocatenzoontje, weet je wel. Als je een fout hebt, moet je een kindershotje nemen van minder dan 15%. We doen het even rustig aan. Ja, we beginnen rustig. Okay, ja. Een kindershotje? Zei dat nou? Dat is toch een kindershotje? Ja, ja. Kindershotje, ja, vind ik ook. Een goed antwoord is geen shotje en je krijgt een punt. En degene met het minste punt aan het einde van deze waar niet waar ronde, die moet aan het rad. Wanneer drink jij? Als jullie het allemaal goed hebben, drink ik. Allemaal? Dat is echt al 10 puntjes hetzelfde. Allemaal? Waarom? Ik ben hater tegen haters. Ik ben een lover van Ben Noël. Daar zit hij namelijk. De mensen die zich afvragen waar we zijn nog steeds in een fucking zieke kasteel, is het? Kasteel, ja. Dit is de balzaal waar we een hele toffe avond gaan ballen. Waar Matties balzaak aan het einde van de pubquiz tevoorschijn komt. Hoe groter het leeftijdsverschil in de relatie, hoe groter de kans op een scheiding. Is dat Jezus, waar? Niet waar? Jezus. Hij heeft die vraag gemaakt, hè? Dit is natuurlijk een open deur, van heb ik met jou. Het blijft de Gio en Jade editie, hè? Maar op een gegeven moment houdt het op, toch? Want dan gaat iemand dood en dan is het niet meer scheiding. Zo. Ja, dat klopt. Zo. Is het helemaal niet waar? Ja. Dit is niet waar. Ja! Ga je! Waar heb je zin in? Dolfijntje? Dolfijntje. Neem een dolfijntje voor jou. Komt dat nou uit die fles van... Ja. Louis. Doe maar even half vol, hoor. Nee, lekker vol, dolfijntje. Wat doe je nou? Doe maar even half vol, dolfijntje. Dat maken ze voor kinderfeestjes, maken ze. Gadverdamme. Het smaakt naar kindertandpasta. Ik vind het maar niks. Dit vind ik echt lekker. Ik wil er nog wel een. 5%. Ja. 0,3. 5%. Dat is minder dan je appelsap. Op Flipper. Doe er nog één. Als je een kar op 7, dan 3 zit er meer in. Mooi. Is het echt 5%? Natuurlijk niet. 10%. Oh. Ik zet hem weg. Natuurlijk neem ik hem nog even. Stelling 2. Andries Noppert is langer dan Michael Jordan. Is dat waar of niet waar? Mm. Dat is LeBron James trouwens, maar dat vond mij niemand waar. Ja, maar het zijn ook weer die mattie vragen dat je dan denkt, nou het zal wel zo zijn en dan is het niet. Of misschien andersom. Ik denk dat Michael Jordan juist zo'n relatief kleine basketballer is. Het goede antwoord is waar. Michael Jordan is maar 1,98. Suikerkringen! De letter K is 5 punten waard, dus krijg ik. Ja, kut. Hij heeft niemand hem aan. Dat weet ik. Ik weet het ook. Ik zie 2 waar. Ja, weet je wat ik heb? Er zijn al 2 vragen waar geweest, dus het zal nu een keer niet waar zijn. Het klopt, het is niet waar. Dit is precies de logo van de trui, maar dat is gewoon custom design. Oh. Yay. Mensen, wil je nou een trui waarop de AliExpress versie staat van Scrabble? Koop aan de bank, zit daar. Trouwens, heet jij Vito en heb je niet deze trui? Ja, maar hoezo? Dit hebben ze met jou voor jou gemaakt, Vito. Wat een fucking dikke vlieg. Er zit iets op je bordje. Goed, jongen. Albert Einstein en Patty Brad waren op hetzelfde moment levend op deze aarde. Bro, wat zijn dit voor domme vragen? Dit weet ik. Dit weet ik ook. Dit weet jullie, hè? Nee, tuurlijk niet. Nee, dit kan toch niet waar? Heb je nou waar? Het is waar. Hey, het is helemaal waar. En Roel heeft gewoon een puntje te maken. Ja, maar dit is echt een puntje uit domheid. Ik wil iets anders dan dolfijntje. Patty Bart en Albert Einstein. Wat een oud wijf, joh. Zo. Die zo, Matty. Roel. Ja, ik zou dat doen, Koen. Wat een zure mof voor me. Oh! De middelste naam van Droogdruk is Robbie. Als dit is, fucking legendary. Maar waarom wist ik dit dan niet? Robbie die kip leggen zijn ei. Kan niet. Het is 4 keer niet waar. Het kan echt niet. Dat klopt. Ja! Jij moet drinken! Ik wil zure mat, die wil ik hebben. Maar die is echt zuur, hè? Pas op. Zo, daar gaat hij. Zo! Holy shit! Wat een zure moffel. Doe maar er nog maar één. Die grap ken ik. Laatste stelling. Stelling 6. Milo is veel te zwaar. Waar of niet waar? Ja, dat vind ik geen leuke vraag. Ik vind het een belachelijke vraag, meen ik echt. Dit is niet waar. Dit is niet waar. Waar? Ik ga hier niet in mee. Waarom heb je die dikke Pieter Visser? Dat is even een papzak. Lullig. Jim Maatje, ik had niet achter jou gezocht. Ik vind jou een vervelende kerel. Zou ik voor ons draaien? Nee, je draait voor ons draaien. Is maar voor jezelf. Ik heb hem graag liever eruit gehad. Ja, nee, want de vorige keer dat jij een rad draaide, ging het zo goed. Oeh. Dit zou eens heel naar kunnen zijn voor jou. Als de strookje dacht. Wat is dat? Dat zijn 2 bloedspuiten. What the fuck is een bloedspuit? 2 syringes. We hebben hier te maken met een nieuw soort vaccin. Oh, oké. Je moet even willen. Bruh.
Niet heel leuk. Je vindt die lekker. Oh, broer. Is het echt leuk? Bah, spuit me vol. Waar smaakt dat dan naar? Oh ja, oké. Okay. Pas op, pas op. Ja, strootje 80. Nee, zure man. Hou het dan weer zo'n zure moffel eraan over. Zou ik zeggen, proost. Zure kut. Ronde 2. Top 10 of niet? Fout antwoord betekent een shotje van 20% of hoger. Dus we gaan nu naar het zware spul. Ja. We krijgen zo meteen een top 10 categorie te zien. En dan is het omstebeurt jullie de beurt. Jezus. Om er één te noemen. Als hij erin staat heb je het goed. Als hij er niet in staat heb je het fout. Ja, leuk. Eerste categorie is top 10 meest gebruikte Google zoekopdrachten van 2022. Jezus. Oekraïne. Oekraïne staat op plek 1. Yeah. Milo. Beer. Het weer. Die staat niet in. Ah ja! Ik vond het echt een gekke keuze hoor, het weer. Goldband op Lowlands. Kom op, daar hebben heel veel mensen naar gezorgd. Die staat op plek 46. Best hoog. Net iets boven parelhoenfilet. Johnny Depp en Amber Heard. Zo. Dat is een hele goede gok. Die googelt dat. Die staat er niet in. Ah, oh. Spijker. Oekraïne, Jeroen Rietberg. Oh mijn god. Fireplay. Goed jongens. Top 10 beroepen die het vaakst in deeltijd worden beoefend. Vakkenvuller. Vakkenvuller staat op plek 9. Ha! Alhamdulillah. Ik ga van verpleegster. Staat op plek 34. Ja. Docent. Die staat niet in de lijst. Oh! Jammer. Ik ga voor Krantenwijk. Kliniekloud. Die staat er niet in. Ja hoor! Oh. Dit is namelijk de gehele lijst. Kassamedewerker, oh mijn god. Jon de Dong en... Lust aan Ojek. De meest voorkomende ergernissen binnen een relatie. Goed, zo je zo. Ja, Dan k*** maar neuken. Ja, maar een ergernis, is dat, zeg maar, is dat... Geef gewoon antwoord. Flirt hem met een ander. Die staat niet in de lijst. Ja, fuck off! Dat kan niet! De quizmaster bepaalt. Ik denk, niet opruimen. Rommel in huis. Dat is nummer 3. Dit is echt een poesies gevraagd. Kijk, ik heb mezelf natuurlijk helemaal geen last, maar ik denk, te weinig seks. Is niet goed. Ja, staat er niet in. Flikker op. Echt een kutlijst, het is gemaakt een poesie. Wat een kutlijst. Ik ben hier een expert in. Dat is ook weer zo. Daarom heb ik er nog niet naar gekeken. Schoonouders. Vervelende schoonouders. We hebben niks te maken met in die relatie, dat zei hij aan het begin. Prima, kijk maar of hij het goed heeft. Ja, te fout. Nummer 6. Jongens, hoe is het? Het is een kutlijst, het is echt een kutlijst. Okay, ik heb het alle tien nog nooit meegemaakt. De televisie bezetten. Ja hoor. Het is gewoon een shotje. Top 10 dingen die 65-plussers het meest doen op het internet. En ik zou een tip willen geven. De sporen kijken. Niet aan seks. Hou op joh. Internetbankier. Die staat op nummer 3. Sterk. Dat doe ik zelf ook. Wauw. Porno. Nee, die staat er niet in. Dacht ik al. Internet winkelen. Shoppen. Online aankopen doen staat op nummer 9. Juist. Dat kan een porno zijn. Dat is geen aankoop. Facebook fout. Ja! Oh, leuk foto van mij weer erbij. Mid corona een fotoshoot waarin we niet in de kapper komen. Lekker. De Elfsteden van de Elfstedentocht. Heerenveen. Die staat er niet in. Hou op, jij bent echt dom. Snake. Die staat erin, daar komen ze als tweede langs. Juist, weet ik. De Dokkum. Staat er ook in. Ja, sterk, nee. Jouren. Die staat er niet in. Nee, dat ligt bij Heerenveen. Bro, Leeuwarden. Leeuwarden, kom op Leeuwarden. Oh ja. Is jou niet Leeuwarden? Nou, het is weer fantastisch van je. Volgende ronde, de algemene kennisronde. Dit is waar jullie de pubquiz van kennen en waar jullie de pubquiz zo om roemen natuurlijk. Hè. En deze ronde, als één iemand van jullie de vraag goed heeft, drink ik met je mee. Is het zo moeilijk? Nee, maar gewoon voor de gezelligheid. Vraag 1. Wat is het enige dierlijke product dat wij mensen eten dat niet bederft? Ja, maar dit zijn van die vragen. Waar slaat dit op? Dit is echt kut, jongen. Mag ik jullie even een hint geven? Denk aan die kleur van die banaan. Kijk, het scheelt. Pis. Kaas. Ja, kaas. Ja, kaas. Ik geef jullie nog één poging. Kaas bederft echt als de neten. Dat is een zuiver product. Ja, maar dan op een gegeven moment wordt het toch een schimmelkaas? Ja. Ik weet het! Laat ze even zien. Nee. Ho. Potverdomme. Honing. Wat heb jij erop? Ja, niet. Honing! Spel het volgende woord. Ja, kaas. Schravenhagen. De hoofdstad van Zuid-Holland. Mag ik ook Den Haag opschrijven? Dan mag je ook drinken. Dat we Bilo hier opschrijven, heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Koen heeft het hele woord fout. Zijn jullie al klaar? Ja, ik ben het niet. Kom maar, Esther van der Best. Schravenhagen. Schravenhagen. Dit klopt zeker niet. Het goede antwoord is... Ah, kut! Alleen niet aan! Maar jij bent de G vergeten. Ja, en de R. Oeh, dit is goed. Vind ik echt knap. Welke afbeelding hoort er niet bij? De gele smiley. Ik ga zo even. De gele smiley. Nu eerlijk antwoord geven. Je mag goed kijken. Jullie mogen de tijd nemen. Ik vind het wel leuk als jullie hem op weten te lossen. Dan die rechtsfoto, die rechtsbovenfoto, die kan ik gewoon bijna niet zien. Bar. Oh, ik weet hem. Ik weet hem ook.
Jullie hebben antwoord. Wat heeft Rob? D. Ja, even Rob? Kijken wat Rob heeft, anders Rob gaat hij... zeker geen D. Ik heb C. Bar. Hij snapt het dus. Jij snapt het. Waarom is C bar dan? Het is jouw bar. Het is één bar. Een bar. Ja, duidelijk. Wat dacht je dat A, B en D met elkaar te maken hadden? Helemaal niks, maar ik vind C Het meest gesteende nummer van Nederland in 2022 was Vluchtstrook. Dat zijn de eerste twee bars van dit geweldige nummer. Zing hem in je hoofd, hè, dames en heren. Ik heb dus oprecht geen flauw idee. Al schiet je me lekker, trek je me leeg. Ja, weet ik veel. Roel, het begint al te drinken. Ja, ik kan ook alvast drinken. Want... Nou, zing hem dan even. Met 130 op de Vluchtstrook, om bij jou te kunnen zijn. Oké. Okay. Ik wil dat je niet wegloopt, of met de nacht verdwijnt. Ja. Ik wil dat je niet wegloopt. Om met de nacht verdwijnt. Oh, ik wil niet dat je wegloopt en met de nacht verdwijnt. Maar jullie kunnen niet allebei goed hebben. Waarom hebben we hetzelfde? Nee. Ik wil dat je niet wegloopt om met de nacht verdwijnt. Nee, hij heeft N. Hij heeft N. Oeh. Dus jij net wil goed. Which animal is responsible for the most amount of deaths every year? So we're talking about animals that are responsible for deaths on a human, not on another animal, okay? I don't know what you're saying. We're talking about deaths responsible, an animal that's responsible for deaths on a human. Ja, ik heb wel iemand in mijn head, maar Arduino Node heeft niks te maken met een mok. Je kent wel die verzin die over rekken kut, jongen. Ja, ik heb toch... En wat is... The right answer? The right answer is a mug. Ik bedoel een mug, sorry, een mug. Yeah! Hij snapte me, hij snapte. Ik ben niet dom! Ik denk als je mij nog 3 jaar had gegeven, had ik het ook niet gemaakt. Maar hij zei eigenlijk van, hier zie je een mug, dat zei hij. En die Q-test bewijst dat het echt een regelrecht wonderkind is. Jongens, hey mannen. Bro, is het doos maar eigenlijk. De laatste vraag van deze ronde. Koen en Milo zijn in principe al veilig. Die zijn op 3. Rob heeft 1. Je kan nog gelijk komen met Roel. Maar Rob, vind je het oprecht te moeilijk? Of... Nee! Wat doe je nou k***zoer? Ik heb 1-1-1, hij heeft 0. Oké, volgende vraag. Maar wat is het even voor de laatste vraag? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik het weet, maar ik twijfel wel nu. Wat was met Jefferson van Fun? Kijk, okay, dat is jou. Luc Niels en Wim Kieft net. Ik zou dit best wel fout kunnen hebben. Dan verlies je toch wel echt terecht. Ik heb 17, 18. Ik heb 19. Wat zeg jij nou, 17, 18? Ik heb alleen nog maar 2000 opgeschreven, maar... Oh, je gaat niet... Ja hoor! Ja hoor! Ik heb het groot geschreven. Nee, het is 19 of 20. Ik heb 2019... 20 of... Oké, het gaat voornamelijk om een rol die 17, 18 heeft of de PSV van die 19. Ja, ik zou het best fout kunnen hebben. Je hebt het seizoen gekozen en niemand kampioen is geworden, Rob. Klopt. Rob, jij mag aan het rad draaien. Dat kan nog wel eens heel taai gaan uitpakken. Want, oh, dat is heel zacht. Is het zacht? Twee dropshots. Een dropshot vind jij heel vies, toch? Ik heb het idee dat we wel een beetje veel ontzuipen zijn. Vind je het echt zo vies? Ja, dus. Volgende ronde, jongens. Een ronde 4 is de inschattingsronde. Zit je er verse vandaan, moet je... Nou, ja. Maar hoe kun jij dan verliezen? Als jullie het precies goed hebben, doe ik een ratje. Ja! Inschattingsvraag 1. Hoeveel optredens hebben wij gedaan in 2022? Dus je hebt echt geen flauw idee. Ik wil wel een antwoord zien, jongens. Doe het gewoon op gevoel. Ik ben een gevoelsmens. Jij wil mensen raken. Rob, ik wil met jou beginnen. 37. Jij zou het als beste 37? Jij zou het als beste moeten weten. Is dat veel te hoog? Ik heb 21. Ik zit tussenin. 31. Oeh, ik heb 20. Dat is ook niet goed. Het goede antwoord is 34 shows. Dus jullie zitten precies tussenin. 34? Dat betekent dat jij aan het rad moet draaien en jullie allebei een punt krijgen. Honker, bonker, kinderkop. Honkli planky. Geef een goede loei aan, maar niet te hard, want het is maar een gammel ding van 70. En elke keer heb je gewoon weer kans op zo'n 80. Hoe mooi is dat? Komt-ie, zo'n 80. Komt-ie. Twee motorolie! Ja. Smerig lekker staat erop. Het ruikt wel echt een beetje naar diesel. Oh, waterstof. Het prikt. Doe bedankt voor deze uitgebreide review. We gaan door naar de volgende vraag. Hoeveel hebben wij in totaal uitgegeven aan ikwildegoed.nl in 2022? We zijn even de archief ingedoken en we hebben iedereen zijn... Wat een eerlijke vraag. Zo. Ik vind het echt een hele moeilijke vraag. Ik weet van Matt ongeveer precies wat hij heeft gekocht. Ja, het zijn 3 video's en stond in de titel, dus zo moeilijk is het niet. 2022 is wel een jaar waarin we voor mij allemaal niet zo heel veel FIFA hebben gespeeld. Dat vind ik een hele leuke conclusie van je. Ik heb 11.069 euro. Zal het niet! Zo. Ik heb mijn antwoord al. 67,50 euro. 5.000. Oh, ik heb 9.000. 9.000. Het juiste antwoord, 12.300. Yeah! We hebben een winnaar! 12, ik had 1.500, dat zit ook goed. Dan begint het al te stijgen. En met schaamte
rood op de kaken. Dit is nog even. Jezus Christus, echt. Milo, ik wil je uitnodigen om bij het rand te gaan staan. Nu stel. Nee, wacht, wil jij draait. Als je nou heel snel de goed kaarten wil. Ja. Fireman! Komt u maar! Jongetjes en meisjes, even centraal. Viva Los, wie gaat de vraag stellen? Hoeveel procent van de mensen die dagelijks contact heeft met hun vrienden is tevreden over hun vriendschap? Ja, ik in ieder geval niet. Cijfers komen van het CBS, dus een Nederlands onderzoek. Er is vertrouwen over de statistiek. Exact. Zijn jullie tevreden over je vriendschap? Ja, absoluut. Ja, niet met jullie, maar wel met mijn echte vrienden. Hoeveel vrienden heb jij op dagelijkse basis contact? Elke dag. Jullie vier spreken dagelijks en dan nog twee. Jullie zijn zeker de enige die waar ik dagelijks contact heb. Met jullie drie heb ik echt dagelijks contact. En wie niet? Ja, Koen reageert nooit. Kijk, dat kan natuurlijk alle kanten op. 92%. Ik dacht dus al dat ik hoog zat, ik heb 72. Ik heb 100%. Maar heb je dagelijks contact met vrienden als je niet tevreden bent over de vriendschap? Er is zeker iemand die dit niet zegt. Ik heb 89%. Het goede antwoord is 98%. Rob, ik wil je graag een vraag plaatsen nemen langs het rad. Komt die slot achter, alsjeblieft, zou toch wel mooi zijn. Als ik slot achter moet, gewoon naar bed. Je hebt het bankje in het lopen al iets gedraaid, maar dat moet allemaal kunnen. Het is... Twee keer zure. Bijna die drop weer, hè? Dat ging niet. Ah, maat, dit is zo zuur. Volgende vraag. Hoeveel kamers heeft Buckingham Palace? Buckingham Palace. Maar is een wc ook kamer? Nee, niet even vragen opschrijven. Geen idee, ik heb het ook wel gegoogeld en dit kamer is een wc een kamer? Nee, een wc is geen kamer. Een kamer is een kamer. Keuken wordt tijd... Dit slaat nergens. Wat ik opschrijf slaat echt helemaal nergens. Nee, als je 2 miljard kamers hebt, dan slaat het nergens op mee. 250. Wat? 250. Ik hou op 204. Wat veel? 85. Oh, kamers. Zit hier heb je, denk ik, oprecht al in dit huis heb je al 40 kamers. Ja, het kan ook zomaar 600 zijn. Best wel 600 kamers kunnen zijn. Kamers in Buckingham Palace. Als het rond is bij. Kut. Hoezo, ik heb 630. Oh, gaan we leuk zitten doen. Rob, pak de punt erop. Ja, het spijt me zeer, maar je moet winnen. Dit is wel heel lekker, want als je iets heel doms wil, dat Rob altijd nog minder heeft. Dat is wel heel lekker. 102 kamers. Ja, nu dan. Hij draait heel snel en het is een fireman. Zo, daar komt hij even goed weg. Oh. Laatste vraag van de inschattingsvragen. Raoul, jij hebt 2 punten, de rest heeft 1 punt, dus je kan... een rondepunt pakken. En daarmee kun je iemand anders het ratje laten uitdelen. Zo. En je zou ook mij kunnen kiezen, maar dat ga je niet doen. Laatste vraag. Ik heb hier voor de archieven ingedoken met de financiële afdeling. Hoeveel verlies hebben wij gemaakt? De bank zit er zo op. Aan wie heb je dit gevraagd? Want niet aan mij. Die heeft gewoon wat verzonnen, die heeft geen idee. Dit is zo'n boos. Dit heb je zelf verzonnen, vriend. Dat klopt, ik heb het helemaal verzonnen, dit verhaal. Ja, maar dit is gewoon een vraag, daar is geen antwoord. Ja, er is wel een antwoord op, maar dat antwoord heb jij niet. Ik heb een antwoord opgeschreven, jongens. Mijn antwoord klopt altijd, want ik bepaal het. Dat is mooi. Dan doen we dat Rob's antwoord goed is. Dan is dit wat ik opschrijf, is mijn gok. Maar wie betaalt de vraag? Niemand. Je gok gewoon wat. Maar daarom heeft Rob het goed en hij heeft de gok. Ik ga voor 19.000 verlies. Holy fuck. Zo weinig? Dat weet hij precies goed, dan moet ik een ratje draaien. 42.500? Ja, dat is daar de inkoop was 50. Dit klopt ongeveer met alle marketing die we hebben gemaakt. Dan kom je ongeveer op 30 uit. Mensen, het was veel verlies. En omdat het een domme vraag is, ga ik draaien. Geen strootje 80. Nee. Ja! Hij pakt die vleugel! Ik kom heel goed weg met 2 vleugels. Zo, ik dacht echt dat hij bleef kleven hoor, achter die zo. Ik heb al 20 zootjes op, ik voel helemaal niks. Dit klopt. We hebben nou! Yeah! Ja. Ja hoor. Een chocoladevlaasjotje. What the fuck is dit? Chocoladevlaasjotje? Nou, dan zou ik zeggen, proeven hoor. Best te drinken, ja. Je proeft verder niks anders, alleen chocoladesmaak. Smaakt, zou ik zeggen, een beetje een chocola. Tijd voor de laatste ronde, jongens. Dit is de belangrijkste ronde omdat het de laatste ronde is. Dus de rondepunten tellen voor 2. Nee, niet. Als je deze ronde wint, win jij ik sowieso. Verder hebben we nog andere regels deze ronde. Nou, oké. Ik stel een vraag en daarop is het antwoord 1 van deze kopjes. Als je het fout hebt, moet je naar het ratje. Dus er kunnen meerdere mensen naar het ratje per vraag. En wat nou? Waarom ga jij naar het ratje dan? Waarom ga jij dan? Als jullie het allemaal goed hebben, moet ik naar het ratje. Allemaal goed hebben, donder op. Als de meerderheid van ons goed heeft. Wat is dat? 3. Oké, 3 vind ik goed. Oké, vraag 1. Dit zijn onze volgersaantallen op TikTok. Wie is deze persoon? Wie is 140?
elkaar. Ik heb echt geen idee. Ik heb ook echt geen idee. Ja, maar ja, nou ja. Ik heb een flauw vermoeden wie nummer 1 is. Wie dat? Huh? Ik heb jou, want ik zou niet weten wie. Milo, ja, het zou gewoon ik zijn. Het is een roer in jou. Toevallig zei, heb ik net nog Mats TikTok gekregen. En heb ik ook net tegen jou gezegd dat ik 140 had gehoord. Oh, en dat, ik hoorde dat. Ja, jij hoorde het. Ja. Scherp, jongen. Iedereen zat hier, hè, voor we begonnen. Voor de opnames begonnen. Hebben we het erover gehad? Ja, ja. Ik vind het echt. Jij moet drinken en ik vind het een valse vraag voor je van de vier goed. Dus ik moet ook draaien. Oh ja, mannen, goed gedaan. Strootje 80. Ja. Twee serieus! Zo, man, dat zijn ook geen lelijke foto's. Heb je je ogen blauwer gemaakt? Hoe zit het? Dit is wat Luc mij aanlevert. Dit is van Nederland, hè? Lucie! Wel? Dit is Cassis. Dit is Cassis. Met die lip ook, jezus. Jouw lip, als je zo het lijkt, is echt net een anus. Je hebt een heel klein mondje. Ik heb geen klein mondje, hoor. Ik ga draaien. Draai dan gewoon die stroot achter. Nee. Ja! Wat een onzin. Zo jongens, na dit potje pupvis ga ik even lekker boeken houden. Auw! Dit was het Nederlands elftal het afgelopen WK. Onder deze selectie zijn 2 follows vanuit de selectie naar 1 van ons. Welke 2 bankzitters worden gevolgd door 1 van deze spelers? Nou, 2 van deze spelers, of misschien 1. Er zijn in ieder geval 2 follows vanuit dit team. Je moet 1 of 2 hoofden ophouden. Je moet 2 hoofden ophouden. Ja, nee, duidelijk. Ik denk dat ik ook weet wie misschien wel. Ik weet van 2 anderen ook dat ze door iemand gevolgd zijn. Ik heb 2 antwoorden zien. Het is per gisteren. Ik heb het gisteren gecheckt. Dus stel, hij zegt nu opeens dat ik er niet bij hoor, want Cody volgt mij. Stoer. Iedereen heeft erop. Ja. Wat we denken? Ja. Cody. Ja, ik denk Cody. Die is zeker goed. Die is zeker goed. Ik denk vrij zeker te weten dat Kenneth Taylor Milo. Ja, ik heb het dus ook. Ik denk het ook. Of die vieze hond heeft ontvolgd. Ja! Yeah. Dus mogen Rob en ik naar het rad. Milo volgt wel jouw vriendin, of niet? Jij gort er wel. Ik moet wel echt vaak draaien. Oh, zielig die ook. Doen jullie samen, of niet? Ho! Net langs. Jawel. Chocola! Proost zou ik zeggen. Bruh. Dat is een stukje. Ja, dat is meteen daarop. Heerlijk. Deze raad ik echt iedereen aan. Hij is wel heel erg lekker, vind ik. Ik hoop dat ik hem ook draai. Hallo. Ta-da-ta-ta-ta! Maar zit er een magneet in de neus? Maat, ik sta hier op dat fucking scherm van een legend. En nog steeds moet ik gewoon zuipen. Gadverdamme. Jij vindt het niet lekker, hè? Nou, ik eet een soort van, er zat stukjes in. Ik hoorde iemand het net zeggen, jij was het, hè? Ja, het is meer Wie staat hier rechts op de thumbnail? Max Verstappen. En dit is de Zandvoort vlog, dat is de allerleukste vlog ooit gemaakt. Dit is een makkelijke vraag, dit is 1,4, was 1,5. Ik zal er nog niet 2 keer op staan. Maar ik zie een arm, geen eczeem, dus ik ben er niet. Waar is het bordje van Carlos Sainz? Zou ook wel eens Raoul kunnen zijn. Ben je gek? Ja, we willen het op views. Ja. Dat kan ook in de war zijn met de overnacht op het daktras. Sta ik niet? Ik denk dat ik met die mak... Als Koen dus op die tunnel staat, dat betekent dus, zou even betekenen dat ik dus weer naar de rand. Ja, dan moet je naar de rand. Maar dat hoeft niet, want ik sta zelf op de tunnel. Ik moet je zo! Ik heb jou! Wacht, bij 3 moet hier. Dat betekent 1, 2, 3 mensen naar het randje moeten en wij zijn het niet! Lekker! We gaan draaien zonderop, dat vinden we allemaal heel mooi. Stroot 80! Hoi! Dit drop, ja, dat vind je lekker. Ja, goed weg. Gewoon zoutigheid. Zoutigheid kent geen tijd. Jongens, ik heb geweldig nieuws. Rob is terug. Sambuca! Stroot 80! Dat is echt een misgunning. Stroot 80! Wodka! Ja. Ik heb daar geen zin in. Proost. Godverdamme. Voor de mensen trouwens, Stroot 80 zit 80% alcohol. Stroot 80! Als je hem echt draait, dan ben je klaar, hè? Dan ben je echt klaar. Of wie gaat naar bed? Ga hem niet draaien. Sambuca! Hupsakeetje Rob, lekker hoor, die tikt hij ook weg. Lekker hoor, heerlijk. Volgende vraag. Welke 2 bankzitters zijn het dichtst bij kantoor geboren? Nee, niet hemelsbreed op Maps, daar gaat het om. Dus de route met de auto. Dit hoor je te weten als vrienden. Hallo, ik ben Maurits. We hebben Mattie en Raoul, we hebben Milo en Raoul, we hebben Milo en Raoul en we hebben Mattie en Raoul. Dat betekent dat sowieso 2 mensen het ik denk hebben. Dus dat... Jij bent natuurlijk in de meiden geboren, zal weer. Het is een kilometer en tijd. Ja, ik dacht dat hij tijd had. Dat staat ook nog op de tijd. Het is jongen. Het goede antwoord is Raoul en moi, 26 kilometer. Zuu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 
Strootje 80, strootje 80. Dat kan haast niet. Je kan niet zoveel pech hebben dat je de eerste keer draait meteen strootje 80 draait. Vriendje, vandaag... Ja, daar komt ie, daar komt ie. Hij draait hem! Je kan niet zoveel pech hebben dat je meteen schoot 80 draait. Ik heb daar helemaal geen zin in! Ik wil niets horen, ik ga gewoon drinken. Oh, fijn, maar jij hebt de hele dag niet gedraaid en niks gedronken. Spiritus ruikt echt minder sterk. Ik kwam zo'n kots uit mijn mond. Je begon je zin al met, oh, dat is de eerste keer dat ik aan het drank draai. Ja, nee, maar het is ook terecht. Het is volledig terecht. Ja, dat is een half shotje. Dames en heren, Koen drinkt stro 80. In die kaars, doe in die kaars. Oh, dit is... Ah, dit hit pas over een half uurtje, toch? Nee, het hit niet meer. Dit is nu ook niet lekker. Goos, dit is echt niet normaal. Dat we dit hebben gegeven aan onze stagiaires is echt heel erg. Mijn ervaring is dat er best vaak precies een ronde wordt geschoven. Dus ik draai me even een beetje zo. Nee. Ga ik vanaf hier draaien? Nee, je moet draaien vanaf het moment. Ho, jongetje. Ik draai hem vanaf hier. Kijk. Strootje 80. Dat was zo mooi, joh. Nee, maar dat wil ik niet! Goze, wat heb jij nou met die handen? Ik heb een zaadlijn, ik heb een zaadlijn er vast. Kijk hoor. Smaakt wel lekker. Smaakt niet heel vies hoor. Alsof je het nog nooit geproefd hebt, hè? Ja, sorry hoor. Ik vind het helemaal niet zo heel vies smaak eigenlijk. We hebben ooit een verhaal gehad van Koen hoe hij zichzelf trok. Koen trok zichzelf vroeger altijd af en dan kwam hij gewoon over zichzelf. Dan zag hij wel waar het belandde, dus hij heeft dit al ooit meegemaakt. Zal ik even een statement maken? Ja. Ik vind het nu, op dit late uur, je bent geen echte man als je nooit je eigen zaad geproefd. Gozer, ik heb letterlijk nog nooit mijn eigen zaad geproefd. Precies, je bent geen echte man. Heb jij ooit je eigen zaad geproefd? 100%. Ik ook, 100%. Ook. Jij ook, toch? Tuurlijk wel. Nee, tuurlijk wel. Nee, dus jullie hebben nog nooit dat je bijna klaar bent om een shotglaasje pakken en dan vervolgens achterover gooien? Nog nooit gedaan? Even kijken, dat werd even aangevraagd door Robbie. Ja, het proeft een beetje oud. Het is niet echt rood. Het ruikt misschien wel, Roma. Gadverdamme. Het is echt gewoon echt serieus zaad. Stel dat zou echt zaad zijn, dat is schitterend. Hij slaapt nergens op. Oh, ik boer stro 80. Holy shit. Voor mijn laatste vraag van de quiz wilde ik een hele bijzondere vraag doen. Ik heb een DM gestuurd naar Fred van Leer. En ik wilde dat hij ons ging raten op basis van uiterlijk. Zodat ik daar op kon kijken hoe wij een beetje in de markt liggen, weet je wel. Ha Fred, ik weet niet of je ons YouTube kanaal bang zit te scammen. Maar voor je video zouden we het leuk vinden als je ons van links naar rechts een cijfer puur basis van uiterlijk zou willen geven. Ha, tong smiley. Wat denk je dat Fred van Leer zegt? Zou Fred van Leer ooit zijn eigen sperma geproefd hebben? Kom, deze is weer zo dom bezig, vies praat. Ik begin niet te wel erg benieuwd. Jezus, dit is echt thirsty. Gezien. Hij heeft gewoon niet gereageerd, kut Fred. Bruh. Dit is dus niet de vraag geworden. We hebben een andere vraag gekozen. Wie is als enige niet te zien? Of ja, komt niet met zo'n vraag. Bruh. Jezus, wat triest, joh. Wat een enge gozer. Echt, je bent echt een hele enge gozer, hoor. Ik ga lekker naar bed, naar deze. Ik zie Raoul, ik zie Raoul, ik zie Milo en ik zie Raoul. Het goede antwoord, Milo. Die is niet te zien of te horen. Oh. Raoul zit er in een shot in. Robbie is te zien dat hij over een stoeprandje viel. En ik ben te zien en DMP wordt in de tekst genoemd. Dat betekent dat Koen het mee doorgaat met de overwinning van vandaag. En dat er nog drie mensen aan een ratje moeten draaien voor het einde van deze video. Yes! Fred van Leer had gereageerd, hadden we deze ellende bespaard kunnen hebben. Ja. Roelie boy. En zelf een stroom. Ja. Oh nee. Ja hoor. Ja hoor. Kom erop met die zure mat, man. Ik zou dat voorop zou zo mooi zijn. Maar het kan niet dat hij zo dat draait. Ik ga er compleet mee. Chocolade! Altijd die kots, nee. Nee! Kom nu maar! Alsjeblieft. Eindigen we met die gore zure mat. De cirkel is rond. Mensen, onwijs bedankt voor het kijken. Mat, ja, is Christmas. Heb je nog laatste woorden? Ja. Yeah. Heb je niet de laatste slide? Oh ja. Wat zeg even, doei. Doei. Oh, je batterij is leeg.